als Vezerik. Vezerik is eigenlijk een van mijn favoriete producten. Dus je staat er altijd wel bij ons op de kaart. Nu richting de winter wat zwaarder gemaakt, wat kruidiger. We hebben crème van rode biet, we hebben gegrilde biet, we hebben shochia biet. En we hebben een kroephoek gemaakt van rode biet. Daarbij nog een kompot van aubergine, ook wat kruidig. Brisket, eerst op de grill. En daarna nog even gelakt en wat krokante ui erop. Wat poffertje van de aardappel gemaakt. En we hebben erbij een jus van long pepper. Een pepersoort die wat milder is, een klein zoetje heeft. En, dat past heel mooi bij het gerecht.